dat besnijden, eerst. Oké. Okay. En dan pak ik een kaart. Hoe proeven we het? Het is een vegetarische moussaka. Patatjes, kaas. Waarom willen jullie deze voorstelling maken? Ik denk dat we in de eerste plaats samen iets wilden maken. We hadden 4 keuzes en dan hebben we gekozen om er 3 te combineren. Mm-hmm. Film, theater en circus. Onze voorstelling heet Het Kleinste Familiecircus ter Wereld. En gaat dus over een circusfamilie, maar een hele kleine. Namelijk 2 mensen hier aan tafel. En we zijn zelf geïnteresseerd in het gegeven familie. En hoe weinig mensen soms nog op hun familie kunnen terugvallen. En toen dachten we, als we nu eens terug naar de basis gaan, de start van een familie, en zien of we van nul af aan terug een familie kunnen starten die samen een droom uitbouwt, namelijk een familiecircus. Ja, gaan we gewoon aan de volgende vraag. Ja? Kunnen we er een tijd zonder doorgaan? Er zijn er nog veel, hè? Ja. Moet jij ook wijn hebben? Ik kan het kunnen spannen. Het slaat wel mooi aan. Uh-huh. Welke ervaringen beleefde je tijdens het achternareizen van circusgezelschappen? Leuke vraag. Deze zomer hebben wij ons een woonwagen gekocht, een huis op wielen. En zijn we beginnen rondrijden in Europa om traditionele familiecircussen te zoeken. Omdat voordat wij zelf een familiecircus konden worden, we eerst willen zien hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En die circus hangen altijd grote affiches in heel het dorp. Dus je begint te rijden en je volgt de affiches en zo kom je automatisch bij het circus uit. En vroegen wij of wij misschien met onze woonwagen mee tussen hun woonwagens mochten gaan staan en of we naar de show mochten zien. En of we misschien ergens bij konden helpen, wat meestal niet zo was. Want ze vonden dat wij dan vooral in de weg liepen. Wat we wel zagen in circus is dat die bijvoorbeeld vaak een soort poëzie zoeken buiten het circus. Terwijl wij het circus zelf heel mooi en heel poëtisch vinden en heel prikkelend. En heel, heel andere manier van leven dat die mensen doen. Een hele overgave om die acts aan te leren, om elke dag te reizen naar een andere plek, een tent op te bouwen, daar opnieuw te spelen. Om niet in een vaste plek te wonen, om geen huis te hebben. Die jij wijn hebben? Ja. Wacht, ik moet even zeggen. Ja. Alsjeblieft. Alright, dank u. Smakelijk. Gaan we eerst proeven of ik ga verder eten eerst? Wat vond je het mooiste moment tijdens de repetities wel te staan? Het mooiste moment? Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld leren dansen met filmpjes. Oh. Oh ja, dat was wel tof. Dat was wel leuk. Hi, welcome in the Rocky Mountains. We hebben die geprojecteerd in onze theaterzaal. We hebben ze ongeveer 20 keer gezien. Dus naast theater, circus en film zit er ook dans in de voorstelling. Er wordt voor ons gekookt, dat is ook heel leuk. Ze hebben weinig tijd om te koken. Dus dit is ook een heel leuk moment in de repetities. Dat is een moeilijke, hè? Ik ga eerst nog eens eten dan. Als ik mijn mond vol zit, dan kan ik erover nadenken. Ik zal nog eens trekken. Ja. Wat was de moeilijkste knoop die jullie hebben moeten doorhakken? Ah. Ja, Stijn zijn circus specialiteit zit niet in de voorstelling. Die begint het hoogtepunt van de show worden en die is eraf. We hebben een ander hoogtepunt. Ja. Maar ja. Ik zal ook niet zeggen wat dat is. Dan. Dat is voor de volgende voorstelling. Voor de volgende voorstelling. Van het kleinste van je circus. Misschien dan het grootste van je circus. Nee. Ik heb een kikker. Een stukje moussaka. Mm-hmm. En dan zullen we daar
een eerlijk antwoord op geven. Doe dat niet. Hoe denk je dat het publiek zal reageren? Ik denk dat het kleinste familiecircus meemaakt voor veel mensen wel herkenbaar zal zijn. Ik denk dat iedereen al wel eens een droom heeft gehad en daaraan is beginnen werken en dan bepaalde dingen is tegengekomen. En ik denk ook dat iedereen wel bepaalde herinneringen heeft aan circus. Zeker ook volwassenen kennen dat ook wel van vroeger, van het circus dat toekomt in het dorp. En je ziet die tent verrijzen, er is een spanning omdat het een show is. En, we spelen sowieso ook wel op die herinnering of op dat beeld dat iedereen daarvan heeft. Elk zichzelf respecterend circus heeft een dier, dus wij ook. Mm-hmm. Wij vinden het een heel mooi dier, dus hopelijk vindt het publiek dat ook. Oké, okay. We doen een kleine wissel van de bord. Ja. Over naar de Dame Blanche. Dame Blanche met ijs en chocolade. Dame Blanche met ijs. Mm-hmm. Dat is een bijzondere Dame Blanche. Ja. Yes. Het is de laatste vraag. Oké. Okay. Spannend. Gaat maar komen. Hier komt ie. Zijn jullie dichter bij elkaar gekomen? Nog niet. Waarschijnlijk wel, hè? Waarschijnlijk wel. En het grapje is dat sommige koppels samen huizen verbouwen of een trouwfeest plannen of zo. En dat wij zoiets hadden van, we gaan dat niet doen, want dan gaan we waarschijnlijk uit elkaar gaan. Want een huis verbouwen, dat is zo ingrijpend. Wat dat eigenlijk grappig is, want ik denk dat samen iets maken minstens zo moeilijk en conflictueus is als samen een huis verbouwen. Dus we gaan niet samen verbouwen, maar wel samen dingen maken. Zolang het geen huis is. Geen huis en ook geen trouwfeest. Nee. We zitten hier al heel ver. Nu stilkens dichter naar elkaar. Ja. De hand reiken. Ja. Ja. Alright, dank u. Smakelijk. Oké, okay, ik ga het opsnijden eerst. Oké. Okay. En dan pak ik een kaart. Het is een vegetarische moussaka. Patatjes, kaas.